Nou, ik ben Romy. En ik ben Jara. En we zijn nu de ponies aan het klaarmaken voor de bruiloft. En Safira heeft haar sluier al om. En ze heeft alles al helemaal mooi. En bloemetjes. En we zijn ook helemaal omgekleed. Ja. En Jasper heeft ook al zijn hoedje om. Oh. Dus ja, we zijn er helemaal klaar voor en we hebben er heel veel zin in. Dus jullie gaan dadelijk meer beelden zien van de bruiloft. Wow. Er zijn allemaal kinderen bij Safira, maar dit is dus Safira nu. Dit is haar halsertouw en ze heeft een ketting en een sluier. En ze heeft een hengstenvlecht die je heel slecht ziet nu. En de hele staart is uitgepluist. Het is echt heel fluffy. En bij Jasper is ook helemaal schoon. Zijn staart is helemaal netjes. En hij heeft een hoedje. Dus ja. Hallo allemaal. Vandaag zijn we hier allemaal op afstand samengekomen voor de bruiloft van ons favoriete stel van de paardenmakerij, Jasper en Safira. Ik zal eerst de planning vertellen. Eerst gaan we de ceremonie houden. Daarna is het tijd om te gaan feesten en gaan we lekker dansen. Ondertussen is het tijd voor iets lekkers en ook voor een fotomoment met ons favoriete bruidspaar. Kunnen raden waar ons favoriete stel elkaar ontmoet heeft. Natuurlijk op de allerleukste camping. Hier zo. Jasper was een hele tijd alleen nadat zijn allerbeste maatje helaas wegging. Dus het was natuurlijk wel een beetje verdrietig voor hem. Maar toen kwam er echt een hele knappe nieuwe pony. En we kunnen natuurlijk allemaal wel raden wie het is, want dat is natuurlijk Safira. Het was liefde op het eerste gezicht voor ze allebei. En sindsdien zijn ze onafscheidelijk. Safira blijft altijd heel dicht bij Jasper in de buurt als hij het moeilijk heeft. Als hij bijvoorbeeld heel veel jeuk heeft. En als hij dan binnen moet blijven. Of juist buiten moet blijven bij. En Jasper blijft meestal ook wel dicht bij Safira. Al vindt hij het ook leuk om te gaan opstappen. En dat vindt hij dan ook heel vaak. Jasper en Safira vindt het ook heel leuk om samen te ontsnappen. Dus als je ze hier vandaag ziet rondlopen, zou ik ze niet gaan vangen. Maar dan moet je ze even laten, want dan zijn ze op huwelijksreis. Dus ja, dat moet je ze natuurlijk wel gewoon even met rust laten. ze vinden het ook super leuk om geknuffeld en geborsteld te worden. Dat zie je ook altijd wel bij het ponyuurtje. Dus ik zou ze morgen maar extra gaan verwennen. Het is natuurlijk wel duidelijk waarom ze met elkaar trouwen. Ze zijn onafscheidelijk en ze hebben dezelfde interesses. Ze worden lekker graag verwend. Ze houden heel veel van eten en ontsnappen. Dat vinden ze ook superleuk. We hopen natuurlijk echt dat ze nog jaren op de camping kunnen blijven. En dat ze ook nog jaren bij elkaar blijven. Dus nu is het tijd om ze officieel te laten trouwen. Jasper van de Paardenwei. Neem jij Safira tot uw echtgenoot. En Safira van de Paardenwei. Neem jij Jasper als uw echtgenoot. Ja, dan zijn jullie nu officieel getrouwd en dan mogen jullie elkaar nu kussen. Oh, ja, dit is het ook.